dinosauriërs, het oude Egypte en een ruimtetentoonstelling. Ze hebben gewoon al mijn dromen bij elkaar geraapt en samengevoegd in één groot gebouw. Niet vergeten, we hebben een superstrak schema met maar weinig extra tijd. Dankzij iemands fascinatie voor uitgestorven diersoorten. Door zo'n museum voelt een kind zich heel speciaal. Of heel oud. Wat is het volgende op de lijst? Een tentoonstelling over het oude Egypte? Cleopatra was het allereerste mode-icoon. En wat dacht je van de graftombe? Ik stel voor dat we dit doen op de typische Polly Pocket manier. Gaan we hierna dan naar de bijeenkomst over buitenaardse wezens? Polly, je hebt jezelf serieus overtroffen. Oh, wauw. Dank je, Sean. Ik bedoel, nou niet echt. Ik stel voor dat we ons klein maken, zodat we alles van dichtbij kunnen bekijken. Wow. Ja! Tiny Power! Op het voetbalveld, dan zou ik niet te stoppen zijn. Wat is er, Paul? Oh. Polly, ik weet dat we naar de ijstijdtentoonstelling gaan, maar ik laat mijn solidariteit toch eventjes los voor deze ene keer. Ik zal het aan niemand vertellen, Shani. Ik wist niet dat planeten zulke mooie patronen hebben. De ring van Saturnus werkt zo inspirerend. Wist je, Laila, dat Saturnus wel 8 ringen heeft en niet 1? Ik wist wel dat die ruimtedocumentaire goed van pas zou komen. Shani, wat heb je altijd al willen doen in de ruimte? Melody's grootste hit zou spelen met supersonische satellieten in de hoop dat er buitenaardse wezens op afkomen. Maar wel voor wetenschappelijke doeleinden. Uiteraard. Juist. En wil je ook niet kosmische trefbal spelen? Net als toen in die aflevering van Why Girls waar je het altijd over hebt. Wow, voorzichtig, Polly. Je kent het verhaal over Icarus en de zon, toch? Dat hij heel goed kon vliegen en er niets misging? Niet helemaal. Maak je geen zorgen. We zullen niet te dicht bij de zon vliegen. Trouwens, deze zon is niet eens heet. Oké, maar we gaan maar heel even... Perfect. Kom maar op. Oh jee. We hebben de grootste planeet in het hele zonnestelsel verwoest. Nu zal ik dus nooit meer toegelaten worden tot het ruimtekamp. Zo erg is het toch ook weer niet? Oké, we gaan dit oplossen. We moeten alleen een beetje creatief zijn, dat is alles. Go big! Werken. Oh, geef toe, Polly. We zijn zo de klos. Dit kunnen we echt niet zelf maken. We moeten het aan iemand vertellen. Wakker worden, Shani. Als we dit aan iemand vertellen, krijgen we voor eeuwig huisarrest. Oh, ik had naar je moeten luisteren, Shani. Ik wilde alleen maar dat je het allerleukste museum uit je ooit had. Maar ik ben veel te ver gegaan.
Je hebt gelijk. We kunnen dit niet alleen oplossen. We moeten het bekennen. Dat is het beste wat we kunnen doen. Je hebt gelijk, Shani. En hey, ook al krijgen we dan voor eeuwig huisarrest, we kunnen wel zeggen dat we de balans in het heelal hebben hersteld. Woehoehoe! We hebben iets fout gedaan. En we willen het graag repareren. We hebben maar 2 weken huisarrest gekregen. Er is weer balans in het heelal.